Yes, beste kijkers van DWV's Team, welkom bij weer een gloednieuwe aflevering. Het is maar liefst 30 graden vandaag. Het is echt fucking warm, het zweet staat op mijn voorhoofd. En we gaan weer lekker een nachtje karpen vissen. Ben je helaas niet met de mannen, want Rietje die zit in Zuid-Amerika met zijn vrienden op vakantie in Peru. Chitty die gaat morgen met Bram de boodschappenman naar Frankrijk. Lekker een weekje vissen daar zo. Een beetje jaloers ben ik wel, maar goed, wij gaan ook een nachtje. Ik ben hier namelijk niet alleen, ik ben hier met... Tada, daar heb je. Mevrouw, de moeder van mijn kind. En ze gaat voor het eerst in haar leven een keertje mee karpen vissen. Beetje door de knieën. Ja, staan beter in beeld. Ze gaat voor het eerst in het leven een keertje met karpen vissen. Nog nooit zoiets meegemaakt. Eergisteren nog de nagels laten doen. Ja, het is wel poppie hoor. Ja, ik heb er zin in. Ja, nou eerst, dit is je ontmaagding van karpen vissen. Oeh, ontgroening. Oh, lekker hoor. Nou, de auto ligt helemaal vol. Fucking veel spullen. En we gaan even een stukje rijden. Komen aan bij de waterkant, hopen dat er geen mensen zitten. En dan gaan we lekker knallen. Let's go. Doe eens normaal. Autootje stampers vol, daar heb je de. Klaar om te gaan. Ah, je komt er net bij. Oké, let's go. Auto zit vol. Yes, traders, aangekomen aan de waterkant. Je ziet het, alle spullen liggen klaar. Ik film nou even momenteel met de GoPro, want we hebben een camera mee. Maar dat is de alleroudste die we hebben. Die is heel erg ingezoomd. Gaan we zeker gebruiken. Maar voor die korte shots ja, is die niet heel fijn. Die gasten hebben alle goede camera's mee. Schat, vind je ervan? Ja, ik vind het leuk. Ja, hey, lekker afgelegen stekkie. Gaan we vangen, ja of nee? Tuurlijk! Woe! Moet wel. En je ziet het, het is een stek waar we ja, een paar keer eerder gevist hebben. Waar ik eigenlijk niet gefilmd heb met die gasten. Maar eens moet de eerste keer zijn. Nou, mag jij erbij zijn? Voel je vereerd? Ja. Heel mooi. Voel je vereerd met mij? Heel erg. Nou ja, je ziet het, het ligt er nog een beetje als een rommetje bij. Lieve schat, waar gaan we mee beginnen? Jij bent de baas vandaag, zeg het maar. Ik ben de baas vandaag. Ja. Een eetpauze. Eetpauze, niet normaal allemaal. Kijk eens jongens, ja. Verschil moet er wezen. Ah, je hebt werkpaarden en sierpaarden. Ja. De vrouw ligt hier zo met de voetjes op tafel. Zo papa! As I should. Maar goed, één ding we moeten doen. Stand van zaken, kijk, deze staat. Jij hebt ook niet te dicht bij de bosjes, hè? Nee, doe maar niet. Mevrouw is ernstig bang voor spinnen. Ik daartegen niet. Ik zeg maar niks. Nee. Wat vind je ervan, ons 5-sterren hotel? Kijk, weet je wat het is? Nee. Ik vind de natuur echt niet erg. Maar al die beesten die kunnen echt gewoon mijn rug op. Ik vind het echt zo vies. Maar voor de rest, als er geen beesten zijn, dan vind ik het helemaal prima. Dan vind ik het gewoon echt leuk. Ja. Ik bedoel, ratten of zo, maakt niet uit. Die kop ik gewoon, snap je? Ja, maar... die heb je ook. Die heb je ook. Nou goed, de tentje staat. We kunnen lekker comfortabel zitten. Dan gaan we de rest van de spullen even klaarzetten. Dan de hengels klaarmaken. Ik heb geen voerboot bij me, want die hebben die gasten mee. Maar ja, het water hier is niet zo denderend groot. Je ziet het, het loopt nog een stuk duin. Hier achter gaat nog een klein slootje de brug onder. Nog een heel groot meertje. Er schijnt hier een mooi bestand aan vissen zitten. Ik heb hier eerder met Chitten en met Wessel gezeten. Ja, een paar schubjes kunnen vangen, zwaar is 13 kilo. Maar er schijnen hier ook dikke spieren te zwemmen. Dus wie weet. Boys, girls, de hengels zijn helemaal klaargemaakt. We gaan vandaag vissen met 3 hengels. Vis nummer 1 is van mijn vrouwtje. En we gaan vissen met een simpel systeempje. Je kent hem ondertussen wel uit de video's. Inlijnlood, vastlood op die hengel. Even een beetje afwisseling. De onderlijn is ongeveer een centimeter of 20 lang. Ja, wat zal het zijn? 15 centimeter heb ik niet gestript. Zodat de onderlijn lekker stijf op de bodem blijft liggen. Uiteinde heb ik een stukje poetie. En daar onderaan heb ik wel een stukje gestript. Je ziet het. Beweegt lekker soepel. Dus de inhaken van de karper is perfect. Daaronder vis ik met een curve shanky. Met een klein beetje schinktoet erop, maar wat zal het zijn, een halve centimeter. Tussen de haak en het aas heb ik nog een pinky, centimeter tussen zitten voor de inhaking. Deze hengel ga ik vissen met de Tiger Nut Crush van tijgernootkoop.nl. Onze grote vrienden die ons weer goed gezet hebben. Hengeltje nummer 2, precies hetzelfde systeem, maar die ga ik vissen met de Hot Tuna. Shader favorite, hè? Nou... Niet? Ik vind die roze leuker. Ja, maar het gaat niet altijd om kleur, hè? Je zit er met de Hot Tuna, die andere hengel ook met de Hot Tuna. Tijgenotenkoper.nl, de boys uit Groningen, je weet het wel. Zometeen gaan we een lekker voertje maken, die gaan met water in knallen. Gaat Sarah jullie even demonstreren. En dan liggen we eindelijk na 2 uur stijden in deze hitte, je ziet het shirtjes uit. Liggen we paraat, liggen we ready. En dan zou binnen een paar uurtjes de eerste vis op de mat moeten liggen. Maar verderop, ik zie een paar andere gasten zonder shirt. Onze concurrentie, die gaan we even finaal naar huis vissen. Even het territorium afbakeren. Het territorium gaat zeker afbakeren. Even tegenaan pissen, tegen die tent. Ja, vooral pissen hier. Hè. Dan moet ze verder komen. En we gaan even werken. En dan ligt eindelijk alles op scherp, kunnen wij chillen en eens wachten. Nou, alles over die haak was Chinees voor mij, maar het klonk wel goed. Klonk goed, hè? Ja.
Klonk overtuigend. Duimpje omhoog. Roze tijgernoten. Ziet er goed uit. Yes, we zijn er. Het aas zit al op de onderlijnen, dus we gaan zo meteen het water ingooien. Kut niet. Om te voorkomen dat er vuil op de haken komt, gaan we deze erop zetten. Deze foompjes zorgen ervoor dat er geen vuil aan de haken komt en deze lost vanzelf op in het water. Precies. Zo lekker, hè? Ja, harder drukken, harder drukken. Ah, yes, baby. Ik denk dat de meeste kijkers niet naar die haken kijken. Nou. Ja, ik ben een beetje voorzichtig met die... Straks prik ik mezelf. Nee. Jij gaat me wel prikken. Ik wou net zeggen. Oké, daar gaan we. Haakje nummer 2, met die mooie nagels van je. Ja. Als we nou karp opvangen, gaan we ook vasthouden? Wat zeg je? Als we nou karp opvangen, gaan we ook vasthouden? Ja, ik ga hem wel vasthouden. Lekker. Ook even shout-out. Shout-out. SCV Niels Studio. Nee, grapje. Ja. Zij heeft me wel deze hele mooie set gegund. Dus als jullie een vriendin thuis hebben, stuur er daar naartoe. En betaal voor haar nagels, dat is belangrijk. Kijk eens even aan. Kijk eens even aan. Daar hangen ze. Tadaa! Keurig! Hé, hey, schat. Goed, ja, lekker. Nou, dan is het tijd om de hengels het water in te flikkeren. Ja. Zo. Zit goed op? Ja. Yes. We staan er. De hengels zijn eindelijk gereed. Mijn schatje heeft even de foompjes erop gedaan. Ziet er goed uit. En ik heb net even op Google Maps gekeken waar de diepere en de ondiepere zones zijn. Ik heb hier een spotje aan de overkant voor het oog. En ongeveer 10 meter vanaf de kant, daar wordt het net ietsje dieper. Ietsje minder bagger. Dus de bedoeling is om hem daar te krijgen. Dat gaat lukken in één keer. Dat is altijd maar de vraag. Maar goed, wie niet waagt, die blijft waagd. Dus we gaan ervoor. Ja, kut. Tijd voor take 2, denk ik. Komt dus omdat ik 30 meter fluorocarbon, filmt u nog? Ja. Komt dus omdat ik 30 meter fluorocarbon op mijn lijn heb zitten. Dus tijdens het uitgooien, dan gaat die lijn niet heel soepel van mijn molen af. Althans, die knoop die blijft een beetje hangen. Dus er moet even ietsje meer kracht achter. Maar dat kan ook wel, heb je er vertrouwen in? Een beetje. Een beetje? Nee, grapje, ik heb vertrouwen in je. Niet eens 100%. Ik heb de volle 100% vertrouwen in je. Wat doe ik hier anders? Oké, jongens, poging 2. Daar gaan we dan. Als je inzoomt, zie je daar ook nog het eentje zitten. Zie je hem? Ja. Nou, daar moet hij ongeveer komen, ik zal hem even smijten. Juist, kijk. Bam, naast één. Kim kan de was doen, godverdomme. We gaan even met de boilypijp, wat dan Sarah gaat doen, gaan we, wat zal het zijn, 300, 400 gram aan bollen, gaan we naar de overkant toe gooien. En dan ligt hengeltje 1 erin. In. Gaan we hengeltje 2 doen, hengeltje 3. Dan kunnen we eindelijk even chillen, avondeten, mijn buikje rammelt. Mijn ook. Oké, lekker. Sexy beast. Nieuwe foompies, schatje. Ja. Ja, ik had even een nieuwe SD-kaart nodig, het duurde zo lang. Kijk eens. Die hengel vasthouden? Die hengel is ook veel te groot voor jou, hè? Ja, hij is groot. Je hebt een hele grote hengel. Kijk, weet je wat het is? Ik kan niet altijd 6 gooien. Dat is zeker. Kijk je moeilijk? Ja, ze mochten dat gaatje wel groter maken. Ik kan wel even helpen. Doem, doem, doem. Ja, okay. Haakpunt, moet helemaal opzitten. Ja, goed knijpen. Ja, ja. Zo. Juist. Oké, wat je nou beter kan doen, als ik jou net observeer, hè, is je doet deze open. Ja. Maar je andere, terwijl je dit vasthoudt, hou je je vingers zeg maar, hier op de spoel. Oké. Dus kijk, ik zal je even helpen. Nu doe je hier je handen op, je ene. Ja. Oké. Nee, op de lijn echt. Oké. Ja, oké. Dan kan er niet meer vanaf, zie je? Oké. En dit hoef je niet meer vast te houden. Nou ga je hem gewoon, nee, loslaten dit. Oké. Want je vinger zit daarop. Als je me nou zo meteen een zwiepje geeft, laat je deze vinger wel los. Oké. Oké, dus nu
Ja. Jezus Christus. Oké, ik denk dat jij het beter kan doen. Oké, hou me eens even vast. Kom maar. Fucking vijf keer verkeerd of zo. Kijk. Kom hier zo. Even zo. Ja, kijk. Ja, laat me lekker liggen. We gaan het doen. En dan, dames en heren. Hier ga ik zo meteen een toploodje aanhangen. Even alles installeren. Maar nou, hier natuurlijk nog een zak met bollen. Wat komt dat? Tijgernussenkoffen. Tijgernussenkoffen.nl. Kijk eens. .de, hè? Hey, snel typen daar. Tijgernussenkoffen.de. Nou, hier heb je een handje. Die gaan we een beetje op de stek gooien, een beetje vergeten. Wat naar de overkant nog los. Die onder de eigenkant nog een beetje los. Die gewoon heel die zak erin. Nee, wat ben gek. Het lijkt veel, maar het valt mee, hoor. Kijk. Twee hengels, nou dat zit in een kilootje. Twee hengels. Grosse tijgernassen. Ja, heb je er trek in? Ja, ja. We boffen wel. We mogen echt zeker niet klagen. En alle hengels die liggen in ondertussen. Hengeltje 1. Hengeltje 2. En dan verderop hengeltje nummer 3. En vertrouwen. Moet wel, hè? Ja, ik heb gewoon honger. Ja, ik zie het dan. Ik wil gewoon eten. Ja. Kippel, vandaag geen manier, ik scheet niet. Hij is weg! Daan, even ze weg. Dat is echt niet leuk hoor. Nog al die kutvissen weg. Echt niet grappig, tyfusbeest. Ik hoop echt dat hij sterft. Kijk eens even, koelbox zit helemaal vol. Goed geregeld. Nou, mevrouw had honger volgens mij. Of niet? Ja, ik heb wel trek, ja. Nou, wat hebben we hier? Hele pakket. Een soort campinglijf. Duur, hè? Wat was het ook weer van die vent? Ja, dat was 5 euro. Ja, maar wat was het ook weer? Oh, ja, dat weet ik. Jambon is gewoon gerookte ham of zo. Dat was wel lekker. Dat was wel lekker, allemaal kleine hapjes. Ik zou zeggen, tas niet, schat. Ja, wat kijk eens even aan. Lekker happy. Culinair hoogstandje. Ja, vertel eens even, stand van zaken. Stand van zaken. Ja, er is nog niet echt heel veel gebeurd. Ja, maar... Oké, wat stellen jou? Nee, maar goed, heb je wij hebben meer spannende momenten gehad dan die Engels. Joh, niemand kan ons pakken, hè. Die Polen niet, die kinderen niet. We zitten er. Nee, we gaan even een hapje eten. Het kan weliswaar de meest droge kip van Nederland worden. Ja, we buigen maar we breken niet. Nee. Nee, even zonder grap en rollen. De hengels liggen er vandaag stil bij. Maar je ziet wel aardig wat activiteit in het water. Ik zie wel het water een beetje zo trillen af en toe. Ja, een beetje hier en daar. Hier en daar. Ja. Klopt inderdaad. Maar goed, ik zei wel tegen jou, waarschijnlijk in de nacht. Ga ze pakken! Ja, ik heb dus iets handigs ontdekt. Ontdekt? Nou, oké, ontdekt niet. Het bestaat alsof ik geboren ben, maar... citronella kaarsjes. Ik heb gewoon het gevoel dat het wel echt helpt voor de muggen. Ik heb daar mijn twijfels over, maar goed. Tot op heden heb ik weinig muggen gezien. Ja, eerlijk, er waren bijna geen muggen. We zitten letterlijk in een gebied met alleen maar natuur en water. Klopt wel. Ja, klopt wel, ja. Totdat jij die omver beukte. We hadden geen kaarsje meer. Ja, het is een beetje misgaan. Maar goed, we gaan lekker samen een spelletje spelen. Woehoe! Regenwormen, wat een feest. Rainworms. Rainworms, ik heb er nog één in mijn boek. Hey, even een spelletje spelen, daarna een serietje kijken samen. Dan gaan we richting het bedje toe. Knie. Goed idee, strak plan. Ja, dames en heren, het moet niet gek worden. Sjaar, yes. Hey, wat moet ik doen? Ja, oké. Hey, hoe is het? Goed, ja, ik weet wat ik wil doen. Ja, was waar. Hij mocht niet weggaan. Oké, okay, Binnendraaien. Oké. Okay. Is de helm top naar beneden doen? Zo? Top van de helm naar beneden, klein beetje. Zo? Nu weer binnendraaien. Ja, oké. Okay. Klein beetje trekken omhoog. Ja, ja. Oh mijn god, visje. Ja, wacht. Hij is hier voor de kant, hoor. Zo. Ja, fuck. We waren net de serie aan het kijken, hè, Sjaar? Ja. Oké, okay, en nu? Oké. Okay. Hij is best wel strak, namelijk. Ja, ik zal hem even fietsen. Maar wacht. Oh, wacht. Stop het. Oké. Okay. Oh my god. Oh my god. Je eerste vis. Mijn eerste visje. Je visje? Oh nee, het is echt... Het is een grote, denk ik. Ja, het is best een flinke. Voor jou doen. Iets meer lijn geven. Oké, okay, laat hem even uithazen hoor. Oh, die mug wordt helemaal gek. Kijk dan, met die hemmer tussen oh de benen. Oh
gehad. Ja, die hengel zit nog net niet in de dood. Oké, wacht. We moeten wat meer lijn hebben. Oké. Oké, hou maar zo. Ik ga hem scheppen, ja? Ja. Hij is vrij rustig, moet ik zeggen. Helemaal niet zo heel druk. Ja, maar het komt omdat hij er tevreden mee heeft. Hij heeft er tevreden mee, hè? Daar gaat hij, hè? Ja, hij zit erin. Ja, ja. Je hebt nog best een beste beuker. Kom eens even kijken. Leg die hengel maar neer. Kom eens even kijken. Schuiken. Waar moet ik hem zetten? Leg maar gewoon op de hond. Oké. Okay. Kijk, we moeten even iets van lijn hebben. Mijn eerste vis! Hey, Shai. Oh my god. Wacht, ik ga hem filmen. Oh, ik vind het echt leuk! Shai, hey, tik man! Moet je even kijken? Hij is best groot. Nog meer lijn hebben, gek. Kijk eens even hoe groot hij is. Nou, ik heb gewoon mijn eerste vis! Hij is echt groot. Hij wordt helemaal wild. Gadverdamme, mug in mijn bek. Ja, daar is hij, schat. Waarom best? Ah, ik word helemaal gek van die muggen. Kijk nog hoeveel het er zijn. Oh, wow. Sjaartje, kijk me eens even aan. Zo, wat een beest, gek. Ja, hij ziet er lief uit. Hier is karp. Hou eens je hand ernaast. Met je nageltjes. Ja. Lekker, joh. Op de hot tuna. Zo. Hey, oh nee, dat vond hij niet leuk. Nee, dat vond hij niet grappig. Nee. Met die felle lamp. Ah, toch wel een beste beuken. Hey, ben je blij? Ja. Ik vind het wel leuk. Kijk, ik ga je uitleggen. Als jij jezelf die kamer vastpakt. Ja. Die vis die kan heel wild gaan doen. Doe er even een emmertje water of een ding. Doe even rustig. Kijk. Je hebt hier zijn achterste vin. Uh-huh. En hier heb je zijn voorste vin. Ja. Onder zijn voorste vin heb je een keltje. Ja. Doe je hand hier onder. Nee. Jawel, kijk. Je hebt hier een keltje, je middelvinger. Dan heb je een beetje houvast. En die achterste hand doe je bij zijn achterste vin. Dan kan je hem zo vasthouden, zie je? Oh, moet ik hem bij zijn keltje vasthouden? Ja, dat is niet, kijk, nee, maar ik vind het ook niet leuk als je mij bij mijn keltje pakt. Ja, dat vind je heerlijk. Zo hou je hem vast. Oké. Okay. Oké, okay, dus dan ga ik hem voor je overnemen. En dan mag jij het eens even uitleggen. Oh my god. Ja, het is belangrijk. Oh, schat, ik durf hem niet te pakken. Ja, je moet je handen eronder doen. Oh, je bent wel lekker warm. Oh, fuck Daan. Ja, schat. Oh, je bent bang dat hij in mijn gezicht gaat vallen. Nee, nee. Wat ook gebeurt, niet in paniek raken. Want die vis kan beschadigen als jij hem laat vallen op de grond. Okay. Oh my god. Eronder door. Oh my god, sorry. Oh, oh, hand tegen. Oh my god. Je kan dit, schat. Moet van een keertje gedaan worden. Oh god, sorry. Schat, sorry. Ah, maar doe even niet zo. Even drankje nou, oké? Okay? Even rustig. Oh, schat. Ja. Doe even met één hand mij helpen. Kijk, die leg je normaal neer. Wat doe jij? Eerst je hand hieronder door. Onder de vis. Onder de vis. Oh. Helemaal onderdoor. Oh, ja, ja, ja. Dan gaat je vinger hier in het keltje, je middelvinger. Oh. Met die nageltjes van je. Ja, en dan die andere ga je daar, juist. En dan ga je door je knieën zitten. Pas op dat je tieten er niet uitvallen, schat. Ja, ja, ja. Hoger. Hoger, hoger. Hij is zwaarder dan onze zoon. Ja. Ah. Nou, dat nog net niet. Hé, hey, god, voor je eerste vis. Ah, mijn eerste visje. En je houdt er gelijk goed vast. Ja. Ah, bijna goed, maar het ziet er goed uit. Oké. Okay. Oh, vet, hè? En hoe voelt het? We gaan hem zo meteen even wegen. Jan, je bent zo zwaar. En hij heet Jan? Is hij omgedoopt? Hij heet Jan. Oké. Okay. Zal ik een foto van je maken? Ja. Moet je hier aan optillen, alleen daar aantrekken. Oké, okay, wat zegt hij? Dan is hij toch wel even. Daar kan 9 kilo. 9 kilo? Ja, dan moet de mat er nog voor af, dus laten we zeggen 7,5 kilo. 7,5 kilo? Heb ik hem pijn gedaan? Nee, kijk wat je dan doet. Kijk, daar gaat hij al trouwens. Doei doei, Jan. Was gezellig. Laat je handen zien. Toen is het normaal schat. Lekker gek. Kou van jou. Nou, dames en heren. Saar de eerste visje gevangen. Ja, vind ik echt leuk. Ja, die staat nog aan. Dacht ik, een beetje tegenliggen. Ja, zo is goed. Nou, Saar, dus lekker de eerste karper gevangen. Het moet niet gekker worden. En wat een gunning, hè, van mij.
zagen ook de hengel af aan mijn meisje. Nou, ik heb hem 4 keer misgehengeld. En het was alsnog aan die hengel. Dat is waar. Dus het had zo moeten zijn. Hij was op de hot toen, hè? En helaas is de haak een beetje bot van de ene hengel. Kom, we gaan daar even heen. Ja. Niet weer vallen. Oh, jongens, ik ben hier echt 80 keer overheen gevallen. Ik heb bijna de tent kapot gemaakt. Oké. Okay. Zoals je daar op de achtergrond ziet, volle maan. Hey. Hij is net aan het opkomen. Je weet wat het betekent. Bakkenacht. Dan zit die haak in die tent vast. Loopt hier van beest. Dat betekent paainacht. Ja, dat betekent paai, hè, vannacht. Ja, paai vannacht. Die karpers of wij? Ja, wie denk je? Allebei. De karpers. Ja. Nee, toch goed fout gegooid. Nou, zoals je ziet is het lood ook losgekomen. Er was een beetje het riet ingezwommen. Nou, daar doe je niks aan. Kut Jan. Kut Jantje. Gaat weer een loodje. Nou, daar zitten we weer met de hot tuna. Ik ga even een loodje pakken. Dit willen we horen. En mijn klappende billen. Die mogen ze helemaal niet horen. Jongens, voor klappende billen ga je lekker naar poort. Zo, Wampie even naar de zijkant. Hij ligt weer. Gaan we even lekker verder met serie kijken? Dan? Een beetje goed. Lekker. Lekker. Ja. Ja, dat is dat ding. Ja. Echt, echt waar. Krijgt de tyfus. Hoezo? Met een stomme kuttent zonder onderkant. Wie de fuck gaat dan in een kuttent zonder onderkant? Terwijl jij zelf notabene bang bent voor spinnen. Ja. Je zat harder te gillen dan ik. Ik was nog zelfs aan het brullen als een vent. Ja. Ja, echt. De tyfus ermee. Ja, vind ik echt niet leuk hoor. Ja, je bent wel... Ik vond het heel leuk. Echt, ik vond het heel leuk vanavond. Maar koop een keer... Voor al je sponsorgeld, de fucking onderkant van je tent. Even serieus. Fucking kaulo jood dat je bent. Echt een gier. Oh, oh, oh. Ik ben een jood, hè. Zelfs ik zou een onderkant van mijn tent kopen. Jouw gezin. Ja, ik heb expres niet gedaan bij jou in bed. Ja, beter. Het zal eraan te komen. Wederom dezelfde hengel. Het is 3:45 s'nachts. Op de hot tuna. Ja, de nummer 1 positie is nog steeds in beslag genomen door Sarah. Hij is een beetje spastisch. Dat is een kleine toor. Klein dun schubkarpertje. Dat we hier naar ons bedvijver moeten komen. Hij heeft echt een schattig mondje. Een schattig mondje heeft hij al. Dat heb jij ook. Kijk, kijk hem gaan. Ja, hij is leuk. Leuk visje. De mensen van de nul af en dan gaan we zo meteen de hengel weer het water in laten. Op weg naar de volgende. Ik zal eens even die andere kant snel laten zien. Ja, nog een jonkie met de rug van zo omhoog. Ja, dat vind ik mooi geweest. Dan gaan we de hengel opnieuw het water in flikkeren en dan gaan we slapen. Ja, goed idee. Yes. Doei. Afscheid nemen. Afscheid nemen. Kees. Ga je ogen maar halen, hoor. Doei Kees. Even Kees. Ja, Kees. Oh, die vissen die zijn niet van de weg staan hier. Nee. Stiekem willen ze blijven. Doei! Het warme weer of zo, dat ze echt een aanslag hebben gehad gisteren. Maar... Zo, goedemorgen. Oeh, het is 7:30. Goedemorgen, schat. Nou, ik ben weer dood en leven. Ze heeft het enorm naar de zin gehad. We hebben ja, lekker geslapen, kan je wel zeggen. We lagen om een uurtje of 3:30 te slapen. 4:30 wakker geworden, 5:30 wakker geworden. Het is nu 7:30. Ja, maar het is zo benauwd in de tent. Je kan gewoon niet meer verder slapen. Ja, het is wel warm. Maar we worden zojuist gewekt. Heel zachtjes gewekt door deze hengel. Kijk, zoals je ziet. Zijn vingertje staat tegen de pieper aan. Hij is een heel stuk naar links gezwommen. Ik ga deze even zo draaien, schat. Oké, pak hem maar. En nu naar boven trekken zonder te draaien. Hij is als een verkeerd. Kijk. Oh, hij trekt heel erg. Ja? Kijk, nee, stop eens met rijden. Eerst naar boven trekken.
En nu ga je draaien. En dan naar beneden weer die top. Naar beneden. Ja. Oh zo. En nu weer naar boven. Stop met draaien. Juist. Hij is van lekker mee, hè? Ja. Ik zal de schep net eens even pakken. Juist. Kijk eens even aan. Hoppa! Ik zie het al! Hij wil het niet! Goedemorgen! Hij keek naar me en ik dacht, hij gaat wat doen. Ja, ja, ja. Heb je lekker geslapen trouwens? Ja, nee. Ik heb niet zo heel lekker geslapen. Jezus. Zeg maar, eerste etappe ging nog wel oké. Tour de France. Maar daarna was het echt, echt heel erg muf en het was vochtig binnen. En... Hup, pak die vis. Je lult te veel. Ach. Hou eens wat hoger. Ja, daar is hij dan. Sjaartje. Hey, Erik. Kleine jongen. Is het Erik, ja? Ja. Omgeloofd. Nou, fantastisch. De kleinste van de sessie. Ben je blij mee? Ja. Fantastisch. Nou, ik eigenlijk niet. Ik wilde een grotere. Ja, ze zwemmen hier wel, maar ze zijn nog niet langsgekomen. Oh, mondje. Steek je vinger erin. Of wat anders. Jullie hebben... Ah, okay. Oh, ik ga glijden, hè? Gaat ze glijden? Ja, jij gaat glijden. Nee, niet over het gras liggen, joh. Jezus, Sjaar. Nou, beste kijkers, dit is hoe het niet hoort. Maar hij zwemt wel... Je gaat dit er niet inzetten, hè? Ja, wel, tuurlijk wel. Hij zwemt gewoon netjes weg. Volgende keer gewoon die vis lekker in het water leggen. Ja, sorry. Ja, maar schat, kijk even hoe dit is. Kijk dit heuveltje. Het was mij of die vis. Daar heb ik niks mee te maken en die vis ook niet. Ja, ja, we hebben nog even lekker ontbeten. Daar ligt ze, de prinses. In mijn rugbunker. Miauw. Miauw, miauw. En het begint over een half uurtje fucking hard te regenen. Geeft de buienradar aan. Dus we gaan hem maar eens even smeren. We gaan hem inpakken. Die slaapzak die stinkt. Naar jou, ja. Stinkt echt naar... Naar jou. Ongewassen balzak na een zomerse dag. Ja. Ja, dat kan wel kloppen, ja. Nee, goed, wij gaan lekker inpakken zo. Autootje volladen, dan gaan we richting huis, want we kunnen de spullen tenminste droog in de schuur zetten. In plaats van dat alles nog moet drogen thuis. Goed idee. Wat is er? We kunnen ook doen dat jij alvast de spullen zo weet. Ja, ja, ja. Dat is goed, prinses. Nou. Laat eens.